Dit zijn mooie weken voor je. Ja, nee, het is zeker een mooie week. Ik maak alleen maar mooie dingen mee. En ik ben onlangs uitgeroepen tot talent van de toekomst. En nu een contract tekenen, dat is een heel mooi seizoen voor mij. Betekent dit nu voor je, dit contract? Ja, dit contract betekent gewoon dat Ajax veel vertrouwen in me heeft. En ik hoop dat komende seizoen terug te betalen. Kan je voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, misschien even uitleggen wat voor speler jij bent? Nou, ik ben een creatieve middenvelder. Ik ben tweebenig. En ik heb een aardige techniek in huis. En ik kan op die manier mijn medespeler voor de goal zetten. Met een steekpaas. Wat moeten we dan aan denken? Is het een beetje type Sneijder of zo? Nou, daar wil ik mezelf niet mee vergelijken. Maar ja, ik ben gewoon Ashraf. En ik heb gewoon mijn eigen kwaliteiten. Ik weet ook van de avond dat jij werd verkozen tot talent van de toekomst, dat Wim Jonk heel belangrijk voor je is. Ja, klopt. Wim Jonk is heel belangrijk geweest in mijn ontwikkeling. Die heeft mij ook naar Ajax gehaald. Daar ben ik hem ook heel erg dankbaar voor. En zonder hem stond ik hier niet. En ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. En ik hoop het hem terug te kunnen betalen door in Ajax 1 te gaan voetballen. Staat hier een blij man? Ja, zeker weten. Ja, sinds mijn zevende voetbal ik al bij Ajax. En ja, als je dan na 11 jaar voetbal in de jeugdopleiding dan uiteindelijk een contract mag tekenen, dat is een mooie beloning op hard werken. Ik begon allemaal in de F1. Uiteindelijk ja, alle jeugdteams gehad. En ook zware jaren gehad, mooie jaren gehad. Ups en downs. En uiteindelijk ja, sta je hier dan toch om je eerste contract te tekenen. Dus ja, ik ben hartstikke blij. Welke elftal speel je komend seizoen? Ik speel komend seizoen in Jong Ajax. Jubilair League dus, betaald voetbal, wat verwacht je daarvan? Ja, ik hoop mijn debuut te maken dit jaar, zo snel mogelijk. Ik moet natuurlijk eerst afdwingen. Maar ja, ik heb er zin in en spannend. Wat zijn je doelen? Wat wil je bereiken? Uiteindelijk natuurlijk wel mooi in het eerste debuteren. En van daaruit, als het goed gaat, een mooie club pakken in het buitenland.